bij Stug. Het programma voor en door studenten. Vandaag valt CNN Sam in de smaak op de vismarkt. En valt Floris weer in. Maar we beginnen met onze eigen MTV Cribs, Huis. I told you, I told you, I told you baby, baby. I told you baby. Hallo Stug, welkom in ons vier. Nou, dit is de gang. En daar staan meestal heel veel fietsen. Fietsen op de grond. En fietsen in de lucht. En natuurlijk ook fietsbanden op de kast. Zullen we naar boven gaan? Hier woon ik samen met Martijn. En dit is mijn kamer. Mijn eigen paleisje. Deze zat in mijn tas toen ik een hele leuke date had gehad met een jongen. En thuis kwam en ineens dit pareltje in mijn tas vond. Het is helaas niks geworden, maar hij wist wel wat romantiek was. En hier slaap ik. Meestal in mijn eentje, want er gebeurt hier veel en veel, veel te weinig. Dit is voor mij een hele kostbare wand, want hier laten mijn vrienden berichtjes achter en uitdagingen achter. En er hangen heel veel foto's van mijn oma bijvoorbeeld, van mijn opa. Dan gaan we nu naar het balkon. Hier zitten wij 's avonds wijntjes te drinken en biertjes te drinken. En hier zwaaien we naar de buren. Er zijn hier heel veel buren. Het is een soort hofje. Dag buurman! Dag! En 's avonds voor het slapen gaan is er één ding wat ik altijd even doe. En dat is heel eventjes met het licht knipperen met de mensen van de TBS-kliniek. Nou, hier was ik me dus. Hier douche ik en zing ik, maar dan wel altijd met de deur dicht. Halleluja, 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 halleluja. En hier is de wc. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here, and the microphones, and they won't. We gaan naar beneden, naar de keuken. Oh, 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 the return. If you are what you say you are, a superstar. Nou, dit is eigenlijk de meest sociale stek van het huis. Hier eten wij pasta's, heel veel, veel te veel pasta's. Hier kook ik heel graag, heel lekker. En ja, ik moet zeggen dat het hier erg veranderd is sinds ik hier woon. Het schijnt, want ik weet natuurlijk niet voordat ik hier woonde. Maar nou ja, koken dus. Hetgeen ik altijd in mijn koelkast heb. Extra bittere chocolade. 3 blokjes, 6 blokjes of 9 blokjes per avond. Ja.
nog even de stoep. Nou, Stug, nou heb je alles gezien, meer is er niet. Ik ga wachten tot de zon komt. En het is tijd voor jullie om... Godverdietjes! Ah! Het is tijd om te gaan. Dag! Ja, mag u? Het hele jaar 2011 is Groningen hoofdstad van... Oké. Okay. Het hele jaar 2011 is Groningen hoofdstad van de smaak. En om die eervolle vermelding een beetje luister bij te zetten, wordt hier achter mij op de Vismarkt de beste studentenkok van deze stad benoemd door een gerenommeerde jury. Wij gaan er eventjes kijken of er nog wat te proeven valt. Dit is de jury. Mag ik wat vragen? Jazeker. Smaakt het een beetje? Het was heerlijk, ja. Dit gerecht, ja. Waar haalt u de autoriteit op kookgebied precies vandaan? U zit niet voor niets in de jury, neem ik aan, toch? Ik heb een restaurant. Dit is het eerste gerecht? Dit is het eerste gerecht. En is dit een potentiële winnaar? Of? Ja, er zijn er drie die kans maken. En na de eerste kan ik zeggen dat dit een potentieel winnaar is. Dit is ja zeker. Ja. Dit is jouw gerecht? Klopt. Is het je ambitie om hier verder mee te gaan met koken? Of is het gewoon een beetje een hobby? Nou, ik ben binnenkort afgestudeerd en dan ga ik verder kijken wat ik dan ga doen. Waar ben je in afgestudeerd dan? Rechten. Rechten. Ja. Dat is wel iets anders. Ja. Nou, spannend joh. Succes. Dankjewel. Ja hoor. Dankjewel. Lekker toch? Ben je al begonnen met je gerecht? Of, Met de voorbereiding. Oké, okay. Wat gaat het worden? Kalfse kade met aardappels, doppertjes en worteltjes. Aardappels, doppertjes, worteltjes? Ja. Dat klinkt niet heel culinair. Eenvoud is goud, hè? Eenvoud is goud, ja zeker, zeker. Hoe schat je je kans in? Ik heb geen idee. Het is echt heel Groningen is uitgelopen. Anders wat er dan nog blijft. Voor dit evenement. Die man met die rode jas, die moet je even interviewen. Dat is lol. Waarom? Ja. Dat is lol? Dat is, ja, dat is een Groninger. Oh, echte Groninger. Een echte Groninger. Ja. Oké. Okay. Ik hoor dat u lollig bent. Is dat zo? Ja, die zei net tegen mij. Die meneer is lollig. Ja, ik ben lollig. Klopt. Ja, ik zit net zoveel grappen, net zo vol met grappen als een bok met keutels. Dat kun je nagaan. Een boek? Nee, een bok. Een bok met keutels. Ja, dat weet je toch? Ja, die grap maar al door. Nou, doe er een grap uit. Ja. Nou, ik zal je vertellen. Ja. Ik was laatst even naar mijn dochter, die woonde in Amsterdam. Ja. En stond op de tram te wachten. Er stond een oud dametje. En die stond al tegen me aan te praten. En die zegt, weet u al wanneer de tram gaat? Ik zeg, nou, het kan nooit lang duren, want de rails liggen er al. Is dat genoeg? Dat was fantastisch, dank u wel. Oké. Okay. U was getuige van de studentenkok van het jaarprijs 2011 in het kader van Groningen, hoofdstad van de smaak. Semi-relevant punt hierbij, er werden alleen maar streekproducten gebruikt. Dit was Sien en Sam vanaf de Vismarkt voor Stug TV. Goedenavond. Met een vlees kroket, je hebt me lol. Met een shawarma rol, je wordt mij dik. Van een porky steek. Het is weer bijna juli en dat betekent dat de Tour de France er weer aankomt. En in mijn hoogtijdagen beklom ik ooit de roemruchte Col de Houbisque in 110 minuten. Maar vandaag op een simpel industrieterrein in Hoogkerk. Vandaag wielrennen!
Hi, wij zijn studenten wielrenvereniging Tandje Hoger. We trainen elke dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagochtend. Heb je zin om een keer mee te fietsen? Kom dan een keer langs. Of kom eens een keer op onze borrel elke tweede en vierde dinsdag van de maand. Het snot voor de ogen rijden, in een treintje naar de sprint en erop en erover gaan. De jongens en meisjes van de studentenwielrennenvereniging Tandje Hoger liggen wekelijks met de tong op het stuur. De koersende klasbakken trappen al sinds 1977 een slag in de ronde. En Tandje Hoger zit in de kopgroep, want met 135 leden zijn ze een van de grootste studentenwielrennenverenigingen van Nederland. Eens kijken of gangmaker Floris de straatstenen eruit kan rijden. Hi, ik ben Floris. Hi, ik ben Tom. Ik wil vandaag graag komen wielrennen. Is goed. Heb je de juiste spullen voor mij vandaag? Ja, want als ik jou zo zie, denk ik niet dat je kan wielrennen in die kleren. Ik heb natuurlijk wel mijn gewone kleren bij me en mijn gewone spullen. Maar niet genoeg, denk ik. Ik denk dat ik een fijne broek nodig heb en een fijn shirt. We hebben een mooi strak pakje voor je. Oké, nou dat belooft heel veel. Ja. Laten we even omgekleden. Is goed. Goed. Ik voel me doodongelukkig in deze outfit. Nou, je ziet er goed uit. Ik heb in ieder geval de gele trui aan. Straks zit nog het rode rugnummer erbij voor de laatste rennen in koers. Maar goed, dat zien we straks wel. Dat komt wel. Dit is mijn fiets. Dit is jouw fiets. Wauw, tof. Geen wielrenner zonder goede fiets. Ja, hij ziet er prachtig uit in. Ja. Heb je alles op een koersfiets gezeten? Nee. Oké. Nou, het meest belangrijke is denk ik de rem. Ja. Knijp je zo in? Vrij logisch. Wil je schakelen? Kan in dezelfde hendeltjes. Het grote hendeltje, wil je zwaarder trappen, doe je het kleine hendeltje en ga je zwaarder. Hoe gaan we het aanpakken vandaag? We gaan beginnen met het waaien rijden. Mm-hmm. Dat is een techniek om zoveel mogelijk uit de wind te zitten en zo min mogelijk energie te verspillen. Dan gaan we aan je bochttechniek werken, zodat je hard door bochten heen kan. En dan uiteindelijk het belangrijkste waar een wedstrijd vaak mee eindigt, is de sprint. Dus gaan we aan je sprint werken en kijken of je een wedstrijdje kan winnen in de sprint. Kijken of ik überhaupt kan sprinten natuurlijk. Nee? Komt wel goed toch? Zullen we beginnen? Ja, prima. Mooi. Om als collectief zo weinig mogelijk last van de wind te hebben, rijdt er steeds een andere renner voorop. De rest kan lekker schuilen, terwijl de kopman het zware werk doet. Omdat dit veel kracht kost, moet hij vaak worden afgelost. Met een elleboogbeweging geeft de voorste renner aan dat de pijp leeg is. Hij laat zich zakken terwijl een collega zijn positie overneemt. Is een beetje duidelijk? Ik denk het wel. Mooi. Let's go. Ja, prima. Probeer er maar bij te blijven. Ja. Dus twee rondjes. Het kwel hangt om mijn snavel. En zijn pardon met twee rondjes, jongen. Maar ik weet niet hoe het ging. Laat hem even aan Tom gaan vragen. Tom, waar ben je? Ik ben hier. Hoe deed ik het? Ik vond dat je het prima deed. Ja? Volgens mij heb je het wel door. Ja, ik hoop dat ik het door heb. Ik ga de laatste keer daar te laten afzakken. Ja, ja. Dat... misschien een beetje de vermoeidheid. Vermoeidheid, zeker. Ja. Zeker. Ja. Laten we niet omheen draaien. Het was het eerste onderdeel natuurlijk, Tom. Ja. Laten we even uithijgen vooral. Maar wat is het tweede onderdeel van vandaag? Bochten. Bochten moet je als wielrenner ruim kunnen insturen. Kom de bocht in vanaf de buitenkant van de weg. Neem hem aan de binnenkant. Rij zo dicht mogelijk tegen de stoep. En hang lekker schuin. Zorg dat je de bocht aan de buitenkant weer uitkomt. Dan maak je een zo recht mogelijke lijn. Oké, gewoon goed afkijken en dan moet het vanzelf gaan. Ja. Ga. Oké,
lekker bochtje. Ja, klasse. Nou, die bochten, die gingen lekker zo half hoogte in. Maar we gaan hem opmaken voor de sprint. We gaan langzaam richting het duel, natuurlijk de sprint is. De grote finale. Ja, maar daar moeten we wel even voor oefenen. Dus wat moet ik weten bij het sprinten om een beetje de kans te maken straks? Veel wielrennerwedstrijden worden beslist in een sprint. Om zo'n eindspurt tot een succes te maken, moet je je ketting in een niet al te zware versnelling zetten. Pak je stuur in de beugels vast, ga op de pedalen staan en kom uit je zadel. Verder is het een kwestie van afzien, doorbijten en buffelen. En dan is het 10, 15, 20 seconden alles geven wat je hebt. Rammen, blik op oneindig en gewoon sterven op de finish. Oké, nou goed, als het maar geweld aan te pas komt en het moet hard en dat, dan weet je, dan ben je bij Floris aan het juiste adres. Laten we maar gaan sprinten. Goed. Goed. Dat zijn ze. Ik denk, ik ga even Tom overleggen of het tijd is voor het duel, voor die grote pulbier. En stiekem heb ik wat dorst. Maar goed, het gaat om de eer. Ik ga in ieder geval alles uithalen. Mensen, Tom even vragen hoe het ging. Wat vond je ervan? Het zag goed uit, absoluut. Ja, ja. Mooie, goede explosieve aanzet. En je kon ook goed op tempo blijven. Ja. En ik vond er redelijk indrukwekkend uitzien. Ja, ik denk dat ik überhaupt enige kans maak. Ja, je moet tegen Vincent. Ja, Vincent is wel redelijk rap. Maar als je slim bent en op het juiste moment aangaat, dan kan je hem wel hebben. Nou, dan ga ik mijn best voor doen, Tom. Succes. Ik hoop dat ik je niet teleurstel. Nee, ik hoop het ook niet. En jou is in ieder geval niet gelegen. Goed genoeg geoefend, toch? Zeker. Goed. We gaan richting het duel. Huppakee. En ik kon geen enkele vuist maken. Ik moest zelfs weer in het zadel toen ik richting de finish kwam. Ik heb verdiend verloren, denk ik. Vincent verdient gewonnen. En ik ga mijn straf ophalen. Ach, in mijn geval is het helemaal geen straf. Goed gedaan. Super. Floris, ik ben trots op je. Je hebt vandaag hartstikke goed je best gedaan. Maar helaas was Vincent net iets sneller. Iets. Toch hebben we dit voor jou. Nou. Heren, bedankt voor de gastvrijheid. Santé. Zet hem op, jongen. Kom op. Kom op, laatste loodjes. Go, 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 go. Yes. Laatste paar slokken. Leeg. Dit was Stug voor deze week. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Hoi. Dag vrienden, dat koek is op.